We hebben aan het thema water gewerkt en we hebben in twee sessies samen met onder andere Dinea, maar natuurlijk ook de gemeente Den Haag, samengewerkt met collega's om aan het thema water te werken. Het toekomstbeeld is tot stand gekomen door twee werksessies samen met de gemeente Den Haag en Dinea. We hebben nagedacht over wat nou eigenlijk ons droombeeld is als het om water zou gaan. En dat heeft eigenlijk toe geleid dat we een aantal leidende principes uit die sessies hebben kunnen halen van wat wij belangrijk vinden. En hoe we om kunnen gaan met ontwikkelingen zoals klimaatverandering. En vooral ook in combinatie met de verstedelijking, dus de toename van wonen in Den Haag. Dat vraagt om ruimte en daar moeten keuzes in gemaakt worden hoe daarmee om te gaan. We weten allemaal dat het warmer wordt, dat het natter wordt, dat de zeespiegel stijgt. Ja, hoe ga je dat dan combineren met die ontwikkeling van de stad? We willen allemaal dat Den Haag mooi is, mooi blijft. Maar hoe zorg je er dan voor dat de stad beleefbaar blijft, dat je daar kan blijven wonen en werken? Daar waren we het over eens en we vinden allemaal dat we daar een oplossing moeten vinden, maar dat dan water wel centraal moet staan om die stad verder te kunnen ontwikkelen. De grote uitdaging voor een stad als Den Haag is natuurlijk de beperkte ruimte die er is. Als er meer woningen komen in een stad, dat betekent dat de verharding toeneemt. Er moeten meer wegen komen. En al dat water dat op die stad valt, dat moet ergens heen. En als daar geen ruimte voor is, dan gaat er wateroverlast ontstaan. Dan krijg je uiteindelijk dat het water de bodem niet meer ingaat. Dat er geen drinkwater in beschikbaar komt. Ja, als je daar niet voor zorgt, als je die voorwaarden niet op orde hebt, dan wil er niemand in die stad wonen. Dus die ruimte zoeken, dat is een hele belangrijke. En dat kan alleen maar als je met elkaar samenwerkt om slimme keuzes te maken. En dus ook prioriteert over wat je belangrijk vindt voor de stad. Ik werk natuurlijk bij een waterschap, dus wij als waterschap gaan over water. En we hebben heel veel kennis in huis over het thema water. Dus ik denk dat wij de gemeente Den Haag heel goed kunnen helpen bij het maken van de plannen. En ervoor te zorgen dat water een belangrijke plek krijgt binnen de ontwikkelingen die Den Haag gaat doen.